ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Ik heb een mooi huis. Ik woonde met mijn verloofde en 2 kinderen. En alles is gewoon goed. De sfeer op de club, de mensen spreken goed Engels. Dus ik zit er wel echt op mijn plek. En ik ben nu een vaste waarde, een van de sterspelers van het team. En ik hoop deze lijn door te trekken. Wat is er allemaal veranderd in de speler, Quincy Promes? Het is veranderd. Ik heb een seizoen Rusland achter de rug. Dat is wel een zwaardere competitie dan de Eredivisie. Dus op dat gebied ben ik zeker ontwikkeld in mijn spel. En daar ben ik wel blij mee. Wij horen hier weinig van je, maar je zit lekker in je vel daar, toch? Ja, zeker. Gezien de carrières lopen is het wel een geweldige prestatie wat ik heb geleverd in Rusland. Maar ik ben er nog niet en ik wil deze lijn graag doortrekken en dan hopelijk ook een vervolgstap kunnen maken. En daar ben ik keihard aan het werk. Waarom is de knop omgegaan? Waarom? Ja, je zal wel moeten. Kijk, als je doelen wil bereiken, moet je bepaalde dingen opgeven. En voor een jonge jongen is het moeilijk om dat snel door te krijgen. Maar gelukkig heb ik op tijd de draad opgepakt. En met de juiste mensen om me heen gaat het nu goed. En ik kijk nu alleen maar nog vooruit en ik kijk niet meer naar het verleden. Bijvoorbeeld dat filmpje. Dat zijn oude filmpjes die nu opduiken. Ik wil gewoon duidelijk maken dat dat oud is en voorbij. En dat ik nu alleen maar vooruit kijk. En als er weer een filmpje opduikt van vroeger, ja, dan wil ik niet dat het weer zo groot wordt gemaakt. Ik bedoel, het is gebeurd en dat mensen denken dat het nu recent is, is jammer. Maar inderdaad wil ik nu alleen maar vooruit kijken en sta ik hier nu heel anders dan toen. Wat is de sleutel geweest in die ommekeer? De sleutel? Ja, na een goed seizoen en vader worden, dan gaat wel je prioriteiten veranderen, moet ik eerlijk zeggen. En dat heeft toch wel de sleutelrol gespeeld in mijn leven. Vader worden misschien? Ja, bij mij ging daar wel de knop om. Het moest om.